Goeiedag dames en heren. Vandaag hebben wij iets leuks. Dan gaan wij vandaag, dan kunt u zien wat voor plant is. Deze. Dat is gewoon zoet aardappels. En u ziet. En deze is bekend voor Nederlanders. Het is normaal. Gewoon pot van chocoladepasta. Wij water aan het dekseltje. Een gat erin gedaan. Klein stokje doorheen om vast te zitten. Je kan niet zien, dat is alles wat je hier ziet. Allemaal wortels. Dat is normaal. Dat ga ik even voordoen. Is het heel simpel. Als iemand het leuk vindt om te doen. Ik heb vaak gezien bij de mensen op de kantoor of iets. Want hij kan heel groot worden. Heel mooi. Ik ga het voordoen. Ik heb natuurlijk van tevoren gewoon een dopje gaat erin gemaakt. En je gewoon dicht maken. Kan niet stijf. Dat is één. We hebben hier zoet aardappels. En te zien. Hij is nog niet begint te groeien, zeg maar. Wat ga ik doen? Ga ik even de maten doen. Ga ik het inprikken. Even hier. En u ziet. Als het gewoon. Als rem zeg maar. Dat hij niet weg. Valt of zo. Of glijdt. Maar gewoon zo. Gewoon normaal. Wat hebben wij nodig? Alleen water. Water gaan wij gewoon vullen. Kunt u zien? Is gevuld met water. Precies 3 weken later, dan zie je dit. Dat is het. Is 3 weken uit. Maar die kan heel hoger worden. Sommige mensen doen ze ook natuurlijk zo planten. Als het genoeg takjes uitgekomen, groot worden, dan ga je ze hier knippen, één voor één, dus samen bij elkaar, in de water, en dan komt gewoon wortels voor dit. Komt gewoon wortels uit. Dan kan je het gewoon verder planten. Op het moment dat je deze takje uitgeworteld is, heb je het geplant. In de emmer of pot, maakt niks uit. Of in de tuin als het seizoen is. En er komt gewoon zoet aardappels daarvan. Dat gaat gewoon verder groeien. Maar je kan het ook natuurlijk als decoratie. Dat is heel mooi. Kan je zien
aan wortels. Het is gewoon normaal helder water. Kan je zien. Roze wortels en witte wortels. Je heeft niks nodig behalve water en iets simpels. Meer niet. En dat is 3 weken uit. Ja. Zeer mooi. Simpel. Dat gaat niet verrotten. De zoete aardappels, als je dit zo gedaan hebt, gaat niet verrotten. Als het gaat groeien, is het klaar mee. En elke keer als het water gezakt is, bijvullen. En dan heb je een mooi plant. Dat gaat nog mooier worden. Dat was het. Ik zou zeggen, geniet ervan. Doei doei!